Ja, dag. Briljante geesten van uh, Enschede. Leuk dat jullie er nog steeds zijn. Um, ik ga de volgende spreker aan jullie aankondigen. En dat sluit eigenlijk heel mooi aan bij het gesprek dat we hiervoor hebben gehad. Um, de volgende spreker is uh, Berend van Meer. Uh, hij is tegenwoordig assistant professor aan de Universiteit Twente, maar ook ondernemer. Dus hij is iemand die en aan dat hele medische innovatieve stuk zit, maar ook nu bezig is met dat dan dus naar de markt brengen. Uh, en hij gaat jullie vertellen, en dan moet ik het even heel goed uitleggen... <laughs> hoe we, nou ja, het heet Organ on a Chip. Dus hij gaat vertellen hoe je eigenlijk met menselijk weefsel uh, medicijnexperimenten sneller kan doen en veiliger. En dat we straks minder proefdieren nodig hebben. Nou, ik denk dat iedereen dat alleen maar aan kan moedigen. Dus hoe dat werkt en hoe je dat naar de markt brengt, dat gaat Berend zelf vertellen. Geef hem een groot applaus. Dankjewel. Uh, ja, het is, het is, ik zat aan de aan Universiteit Twente, maar helaas, of nou, helaas voor als ik hier ben zou ik helaas zeggen, maar als ik in Leiden ben niet, maar is dat nu aan het LUMC? Oh ja. Um, dus ja, nee, <laughs> dat is helemaal niet er. Um, ja, ik ben elke keer helemaal geïnspireerd door het, uh, door het gesprek net. En uh, er zullen een heleboel van de uh, dingen, met name samenwerken multidisciplinair, uh, die komen heel sterk terug in dit onderzoek. dus ik ik, bijna, ik wilde me bijna met, ermee bemoeien, dus ik ga proberen daar ook nog wat terug van te laten komen. Maar ik ga jullie met name iets uitleggen vandaag over, um, over Organ on Chip en wat dat is en hoe je dat, of, nou ja, wat we daarmee kunnen doen. En het begint eigenlijk ook met een uh, onderdeel, dat, uh, of met, een, met de waarom-vragen, die, uh, die ook heel duidelijk naar voren kwam. Esther noemde dat uh, noemde behoorlijk in het begin in het gesprek net. En dat is dat uh, uh, de medische. Uh, technologie noemde zij, zij zij, maar eigenlijk veel uh, specifieker in, in, in dit geval is het de ontwikkeling van medicijnen die, uh, die kosten reizen helemaal de pan uit. En dit zijn allemaal een beetje wat oudere krantenartikelen uh, 2018, maar ik denk dat dit een uh, verhaal is dat, uh, dat jullie regelmatig ook uh, zien in de krant. Uh, voor sommige medicijnen zijn de kosten 200.000 euro per patiënt per jaar, uh, uh, en het worden echt dat soort bedragen. Uh, in sommige gevallen zijn er uh, echt schandalige verhalen over farmaceuten die, uh, uh, die opeens de prijs opdrijven van een medicijn, wat eigenlijk al jaren op de markt is, maar dan voor een nieuwe toepassing gebruikt wordt. En dat zit allemaal heel sterk in de wet en regelgeving. En uh, heeft te maken met zeldzame ziektes. Als je daar een medicijn voor ontwikkelt, dan heb je bepaalde monopolieposities die je kan krijgen. Maar dat is niet helemaal. Um, prettig en vaak uh, is nog een uh, probleem dat die medicijnen niet zo goed werken. Nou, waarom zijn die medicijnen nou zo duur? Dit is een soort plaatje van uh, het heet een funnel uh, van hoe medicijnenontwikkeling gaat. Dus ik ga er niet helemaal in detail doorheen, hoor, maar je ziet hier aan het begin zijn de wat je noemt preklinische fase. Dat is voordat je op mensen gaat testen. Dan heb je de klinische fase. En uh, dan heb je eigenlijk uh, dat je naar de markt gaat. Want pas als je het getest hebt op mensen, dan, dan mag het ook echt op de markt, zoals jullie wellicht weten. En hier, die, die, die witte pijl, die zo kleiner wordt, die trechter, dat, zijn, uh, dat, dat beeld uit hoeveel, over hoeveel compounds het gaat. Over hoeveel medicijn, potentiële medicijnen het gaat. Voordat er één op de markt komt. En dat zijn er in het begin echt. Ze screenen gewoon letterlijk tienduizenden verschillende potentiële medicijnen om te kijken of ze daarmee een hit vinden, of ze op bepaalde modelsystemen of ze kunnen zien of dat werkt om een bepaalde ziekte op te lossen. Maar wat je nou ziet is dat 95% van die, of sorry, 85 van die medicijnen die het eigenlijk heel goed doen in die eerste fase, in die preklinische fase voordat we op mensen gaan testen, die vallen af zodra ze ook maar een beetje worden getest op. Mensen, dus in de hele eerste fase. Dan blijft er eigenlijk niks meer over van de bewijslast die ze vinden in de preklinische fase. En wat het, probleem, het probleem is vervolgens zijn die klinische fases heel duur. Daar vallen ook nog een heleboel medicijnen af. Uh, en dan duurt het uiteindelijk iets van twaalf jaar om, uh, om een medicijn te ontwikkelen. En de kosten die ermee gemoeid zijn, met name omdat ook zoveel dingen afvallen gedurende die fases, zijn tussen de 2 uh, en de 2 en de 5 miljard. Nou, is dat een beetje, zijn dat getallen die heel moeilijk zijn om heel. Transparant te krijgen van die bedrijven, maar die zijn in elk geval erg hoog. En die medicijnen die uiteindelijk op de markt komen, waarom zijn ze nou zo duur? Omdat ze natuurlijk dat die ontwikkelingskosten goed moeten maken. Want dat ene medicijn dat op de markt kost, komt, moet die kosten van al die ontwikkeling gaan uh, uh, goedmaken. Dus wat is nou een van de grote redenen waarom we denken dat het hier zo, zo misgaat bij die, uh, bij die stap naar de klinische fase? Is dat eigenlijk best wel simpel. Een gemiddelde proefdier wat we gebruiken is gewoon niet hetzelfde als een mens. Nou, dat uh, hadden jullie ook wel kunnen, uh, kunnen bedenken. Uh, maar als je dan daar iets verder in, uh, in doorgaat, waar, waar zit hem dat nou in? Nou, als we bijvoorbeeld het hart nemen, dat is een orgaan waar ik veel onderzoek naar, uh, naar doe. Dus daar, daar kom ik nog later op terug uh, vandaag ook. Um, is uh, dat sowieso natuurlijk heel, veel, uh, uh, heel anders in grootte bij, bij, een, bij een muis en een mens? Maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste. Wat veel belangrijker is, is dat de onderliggende biologie uh, totaal anders is. Dus hier zie je uh, aan de uh, rechterkant uh, de, de elektrische activiteit van de cellen in een hart. En hier zie je de elektrische activiteit van een mens. Nou, je ziet meteen dat dat er heel anders uitziet. En dat komt weer omdat de. ...onderdeeltjes op de cellen, en dat heet de ionkanalen, waardoor stroompjes uh, in en uit de cellen worden getransporteerd of eigenlijk actief zijn in die cellen. Die ionkanalen zijn gewoon compleet anders. Dat zijn gewoon letterlijk andere ionkanalen. En die ionkanalen zijn best wel belangrijk, want heel veel medicijnen die grijpen aan op die ionkanalen. En soms is dat expres, als je bijvoorbeeld een hartziekte wil oplossen, maar soms is het per ongeluk. En uh, dat is dan een, een bijeffect wat slecht is voor het hart. En je kan je voorstellen dat bijeffecten die slecht zijn voor het hart. Dat is uh, vrij risicovol. Dus die medicijnen vallen echt meteen af zodra je dat in een mens gaat testen. Maar wat eigenlijk uh, nog uh, misschien wel vervelender is, is dat als we dan weer kijken naar dit hele verhaal en we kijken zoomen even in op dat uh, stuk aan het eind en we kijken naar welke medicijnen komen er nu in de laatste jaren op de markt en hoe goed doen die het nou, dan is dit een heel uh, schrikbarend overzicht. Dit zijn de tien grootste medicijnen. Ik geloof dat dit een publicatie uit 2015 is. Waar, de, waar ze hebben uh, uh, bekeken welke tien grootste medicijnen die op dat moment in Amerika uit waren gekomen de laatste vijf jaar, als ik het goed zeg, uh, hoe goed die het nou deden bij patiënten. En wat je ziet in blauw zijn mensen die uh, goed reageren op dat medicijn en die dus een effectieve behandeling daarmee krijgen. En in rood zie je hoeveel mensen uh, dat niet krijgen. Dus in het beste geval bij deze grote medicijnen, die dus echt, nou, dat. De hele dure ontwikkelingstrajecten hebben doorlopen. Is bij één op de vier mensen is er het gewenste effect. Eén op de vier, dat is hartstikke weinig. In het slechtste geval is dat één op 25. Nou ja, als, als daar die hele hoge prijzen tegenover staan, dan gaat er niet alleen iets fout in, die econom, in dat economische verhaal, maar ook gewoon echt in de effectiviteit van die medicijnen. Dus het medicijnontwikkelingstraject zou je kunnen zeggen. Misschien ik hoop dat niet dat er farmaceuten in de zaal zit, maar is een beetje kapot. Um, en waarom komt dit nou? Waarom zien we dit nou? nou er zijn heel veel verschillende redenen. Er zijn dingen in levensstijl van mensen die anders zijn, waardoor ze anders reageren. Maar net als dat die muis en die mens een beetje anders is, is elk mens ook gewoon een beetje anders. En dat kan je zien als je bijvoorbeeld weer naar die elektrische activiteit kijkt. Die ziet er hier wat anders uit. Dit is dat, een plaatje van een ECG, wat jullie wel kennen uit het ziekenhuis, die heel regelmatig piept moet zeggen. Um, in dit geval zijn dit twee verschillende individuen, maar die hebben een net iets andere elektrische activiteit. En dat scheelt niet zoveel, daar hebben ze in het normale leven geen last van. Die elektrische activiteit, zoals ik al zei, die, wordt, uh, uh, die, 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 die komt tot stand door die ionkanalen op die cellen. Dus die ionkanalen bij deze twee mensen zijn net een beetje anders. En dat is helemaal niet erg, want daar, daar, daar merken ze dus helemaal niks van. Totdat ze een bepaald medicijn gaan slikken die een heel klein effect heeft op een ionkanaal. En dit is op een hele grote schaal gebeurd in, uh, in Amerika bij een, met een... Um, uh, met een medicijn dat Vioxx heet. Uh, ik zal niet er in de details gaan. Maar daardoor werd dat ionkanaal net een beetje verlengd. Nou, die persoon uh, zeg maar, die, die deze zwarte uh, elektrische activiteit had, die ECG, die had daar helemaal geen last van. Want die werd gewoon een heel klein stukje langer. Maar ja, die was prima kort, dus dat maakte niets uit. Maar die andere persoon, die nooit een probleem had, die werd ook een klein beetje langer. En dat was opeens zo lang dat er hartritmestoornissen uh, uh, plaatsvonden. Nou, dit is dus echt precies een, uh, uh, iets om, om te laten zien: van dit was uh, goedgekeurd na een heleboel proeven in muizen. En op basis van die muisdata, eigenlijk was het leken dat er helemaal geen risico was. Maar dat specifieke ionkanaal, die voor die vertraging zorgt tussen deze twee individuen, die zit niet in een muis. Die zit alleen in een mens. Dus wat willen we? We willen menselijke modellen en die willen we eigenlijk ook nog, niet alleen voor zomaar mensen, maar zo gepersonaliseerd mogelijk voor elke patiënt specifiek. Nou, wat zijn de middelen een beetje die we daarvoor hebben? Um, daarvoor wil ik het met jullie ook over stamcellen hebben. En stamcellen kennen jullie, hebben jullie sowieso wel eens van gehoord, en die zijn, er zijn verschillende soorten stamcellen. Dus de eerste die ik, waar ik het heel eventjes over wil hebben zijn de adult stemcellen. Sorry dat een heleboel van mijn slides in het Engels zijn, maar... Dat is, uh, anders is het heel veel vertaalwerk. Um, <laughs> maar uh, adult stamcellen die zitten in weefsel uh, wat uh, regeneratief is. Dus je huid, als je daar een, een snee in maakt, dan, um, dan groeit dat weer aan. Dus er zijn bepaalde soorten stamcellen. Maar die kunnen alleen nog maar huidspecifieke cellen worden. Nou, dat werkt ook zo in je darm en op allerlei andere plekken. En die stamcellen in die darm, het werd al even genoemd, het Hubrecht Instituut de noemde Vincent al eventjes. Uh, daar is heel mooi onderzoek gedaan naar die uh, stamcellen die in je darm zitten. En inmiddels ook naar een heleboel van die andere uh, adult-stamcellen. Um, want wat ze daarmee kunnen doen, het is een beetje een ingewikkeld plaatje, maar ik wil het toch schematisch laten zien. Is dat ze van een, van een patiënt, eigenlijk een individuele patiënt, kunnen ze een biop nemen van de is heel makkelijk, het is non-invasief. Um, en daar kunnen ze zogenaamde organoids van maken. En organoids zijn eigenlijk een soort mini-orgaantjes. Uh, je neemt dus een, een stukje van die stamcellen. En in plaats van dat die in het lichaam weer gaan regenereren en uh, uh, je lichaam weer uh, heel maken, uh, kan je dat ook in een bakje doen. En dan vormen ze eigenlijk een structuurtje waar alle elementen van in dit geval een darm, ook in een bakje zitten. Dus dat is echt in een petrischaaltje. Nou, daar kan je een medicijnproef op doen. Daar kan je de verschillende medicijnen op testen. En daar, uh, ik zal dit zo in wat meer detail uitleggen, daar, is een bepaald, uh, een bepaalde, daar, daar kan je dan naar kijken onder de microscoop. En als je een bepaald gedrag ziet van die mini-orgaantjes, dan kan je kiezen welk, welk van die medicijnen geschikt is voor die specifieke patiënt die je wil behandelen. Nou, en dit is, uh, dit is echt een vorm van personalized uh, medicine. En dit werkt. Dus, dit is een plaatje van wat je normaal. Uh, hoe je normaal een, een persoon met cystic fibrosis of ziekte zal, zal zien. Het zijn, uh, uh, omdat je heel veel slijm hebt, uh, ben je vaak, uh, moet je vaak aan beademing zijn uh, of, of daar heel veel uh, behandeling mee krijgen. Uh, er is weinig energie hebben deze mensen. De levensverwachting is heel verschillend, want het verloop van de ziekte is ook heel verschillend. En dat is een heel groot probleem. En waarom komt dat nou? Hier weer is er zo'n soort ionkanaal, dus is niet echt een ionkanaal, maar een transport eiwit, is weer kapot. Maar er zijn een heleboel genetische mutaties die ervoor zorgen dat hij kapot is. Dus hij is net een beetje anders kapot bij iedereen. Dus vergelijk dat met die elektrische activiteit. En bij mensen die taaislijmziekte hebben, dan kan hij wat, wat, wat langer zijn, het kan wat heftiger zijn, en het kan wat minder heftig zijn. En afhankelijk daarvan werken bepaalde medicijnen wel en bepaalde medicijnen niet. Um, en wat interessant is, is dat de, de ziektekostenverzekeraars... en dan grijp je een beetje terug naar... hoe zorg je ervoor nou, dat je innovatie in de markt komt. Die ziektekostenverzekeraars die had, hebben eigenlijk een lijst gemaakt van... Nou, kijk, deze genetische mutaties van, uh, dat, uh, uh, van die ziekte... daarvan weten we dat deze set medicijnen werkt. En dat betekent dat als jij een patiënt bent met thaislijmziekte... en die, die medicijnen, dit is zo'n medicijn dat 200.000 euro per jaar kost. Dus die verzekeraar gaat dat alleen maar vergoeden als je ook een genetische afwijking hebt waarvan zij weten dat die werkt. Maar ja, er zijn ook een heleboel genetische af, uh, afwijkingen die komen maar één of twee keer voor. Dus die mensen komen sowieso niet op de lijst te staan en er wordt ook nooit getest, want dat is te duur, of dat medicijn wel voor ze werkt. En daar kan je dus dit, deze, deze aanpak voor gebruiken. En dat hebben ze in uh, Utrecht ook gedaan. Uh, dus dit is werk van, van Hans Klevers. Nou, die is de afgelopen tijd behoorlijk in het nieuws geweest. Dus misschien weer een hem voorbij zien komen. En hier zie je eigenlijk onder de microscoop wat daar aan de rechterkant stond. Hier zie je uh, twee filmpjes van die, die mini-darmpjes. Die, die organoids, zoals die heten. En aan de linkerkant zie je als ze daar een bepaald medicijntje of een bepaald stofje bij toevoegen. dat die helemaal opzwelt. Nou, dit is het normale gedrag. Van, uh, uh, van iemand die geen uh, zo'n gezond persoon of iemand die geen thuislijmziekte heeft. Aan de rechterkant zien we wat er gebeurt als je dat doet met uh, een mini-darmpje van een patiënt met thuislijmziekte. En je ziet dat die helemaal niet opzwelt. Nou, wat hebben ze vervolgens gedaan? En het is echt. Het is bijna zo simpel dat het, uh, dat het briljant is. Of het is misschien zo simpel dat het briljant is. Ze hebben gewoon in het bakje gekeken met dit proefje van... hé, hey, als we nou hier uh, een medicijn toevoegen... dus dit zijn verschillende codenamen van verschillende medicijnen... Um, kunnen we dan deze specifieke patiënt helpen? Nou, dat hebben ze geprobeerd. Uh, eerst met dit medicijn, werkte niet. Die werkt dus voor bepaalde andere ziektevarianten wel. Deze hetzelfde verhaal. Hey, maar die combinatie van die twee, die lijkt het in het lab heel goed te doen. Nou, dit... En, en nogmaals, dit zijn dus twee van die medicijnen die 200.000 euro per jaar. Nou, ik weet de precieze prijs niet, maar ik, uh, voor, uh, ik overdrijf het even. Uh, maar dat werkte dus wel. En vervolgens hebben ze dat gegeven aan die patiënt. En die patiënt, dat is Fabian, uh, die is helemaal opgebloeid. Dus die, volgens mij staat hij hier ook in een kroeg. Ik denk ook dat dat een beetje de reden is waarom deze foto in die publicatie is neergezet. Want de kroeg is niet echt de plek waar mensen met thuislijmziek heel graag naartoe gaan. Um, en, en hij kan dat, uh, kan dat nu wel weer. En het. het het bizar van dit verhaal is dat toen dit, uh, dit uh, was gelukt, maar de zorgverzekeraar wilde nog steeds niet die behandeling betalen. Dus eerst werd het, deed het UMC dat, gewoon uh, zelf, uit uh, uh, of de Hubert, dat weet ik, durf ik niet te zeggen. Um, maar op een gegeven moment vonden ze dat de zorgverzekering daar, dat moest doen. Dat, dat is pas gelukt nadat ze hem weer van het medicijn af hebben gehaald. Hij was weer helemaal ingestort. En vervolgens hebben ze hem er weer opgezet, en toen pas hebben ze gezegd: Oké, okay, dit begrijpen we, maar nu is deze test. De manier om te checken voor genetische afwijkingen van thuislijmziekten thuis die niet op de lijst staan. of er een behandeling is die voor deze patiënt goed is. Dus dat is een super mooie manier van. weg met die muismodellen, maak het gewoon heel gepersonaliseerd. en specifiek voor de patiënt. Nou, die, darm, die, die organoids kunnen we maken van. van een heleboel verschillende. Uh, onderdelen. Uh, van, van, uh, nou, uh, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar van, uh, van. een heleboel organen van het lichaam, maar niet van allemaal. En uh, bijvoorbeeld van het hart, die ik al eerder noemde. En dat komt dus omdat het hart niet regeneratief is. Als je daar een stukje uithaalt, dan groeit het niet vanzelf weer aan. Het herstelt zichzelf niet. Nou, maar er zijn ook manieren, wat complexere manieren, om ook dit soort modellen van het hart te maken. bijvoorbeeld. En daarvoor hebben we een ander soort uh, celtype nodig. Wat je kan voorstellen is dat die adult stamcellen, zoals ik zei, die kunnen alleen nog maar de stamcellen worden wat ze in dat, uh, van het weefsel waar je ze uithaalt. Dus bijvoorbeeld darm. Maar we hebben natuurlijk allemaal een fase gekend in ons leven, in ons hele, 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 hele vroege leven, dat er een paar aantal cellen aanwezig waren die nog alles konden worden. Um, en dat was uh, dat, de fase waarbij je nog een embryo was. En hier zie je een, een hele vroege fase, een blastocyst van een, van een embryo, en daar zie je de innercelmas. en dat zijn, daarin zitten wat we noemen pluripotente stamcellen. Dus dat betekent zoiets als stamcellen die nog vrijwel alles kunnen worden. En dat is uh, mooi, alleen zoals je misschien al uh, bedenkt, ja, die, die fase is voorbij. Dus uh, we kunnen niet meer van mij dit soort cellen hebben. Maar sinds 2006, en hier heeft iemand de Nobelprijs voor gewonnen, uh, Shinya Yamanaka, uh, die heeft een truc verzonnen hoe we dingen uit het lichaam kunnen halen. En dat kan inmiddels uh, kan je in een potje plassen of kan je dus uh, ook zo'n uh, simpel biopje nemen. En daar, de cellen die daaruit komen, die kan je in het laboratorium genetisch reprogrammeren als het ware. En dan komen ze weer in die staat van pluripotentie. Dan worden het weer pluripotente stamcellen. En vanuit daar kunnen ze in theorie weer alle cellen worden van het menselijk lichaam. Nou, en wat doen we dan? Dan uh, hebben we dus die cellen die alles kunnen worden, maar die zijn nog helemaal niks. Uh, dan gaan we een soort uh, biologisch kookrecept volgen. Nou, dat ziet er ongeveer zo uit. Dat uh, allemaal hele ingewikkelde stofjes met namen met meer getallen dan, uh, dan letters. Uh, dus der, daar ga ik allemaal niet veel op in. Um, maar daar volg je wat, je wat je de getallen die je hier aan de onderkant ziet. Dat zijn het aantal dagen. Dus het hele, dit hele protocol dit duurt uh, tien dagen. En dan hebben we vanaf die stamcellen. Hier zie je die pluripotente stamcellen. Uh, kunnen we dan verschillende celtypes maken. In dit geval in groen zijn dit uh, hartspiercellen. En uh, de, de uh, rode cellen zijn in dit geval uh, endoteelcellen. Dat zijn andere cellen van het hart. En we kunnen ook nog fibroblasten maken. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste celtypes die ook in een echt hart zitten. Nou, en als we dat dan doen, tien dagen zijn we dat, uh, uh, volgen we dat protocol. Dus we hebben die, die cellen die nog niks zijn. Tien dagen doen we dat biologisch kookrecept. En als we dan onder de microscoop kijken, dan zie je dit spontaan kloppende menselijke hartspiercellen die gewoon in een plastic bakje zitten. Dus dit was. Ik heb een achtergrond in microelektronica in uh, bij de uh, TU Delft uh, gedaan. Toen ik dit zag ergens tijdens mijn opleiding dacht ik: oké, okay, ik ga nu Delf van vakgebied wisselen. Ik vond dit echt. Magisch. Um, en wat nou zo cool is aan, aan deze cellen is dat we daar eigenlijk weer, uh, als we weer even terugdenken aan die verschillende patiënten met die verschillende elektrische activiteit, dat kunnen we hier ook gaan meten. Dus we kunnen van een patiënt, nou hier in dit geval nemen we even de patiënt zonder de verlenging, uh, dat, uh, dus die, die uh, ECG zien we hier, daar maken we deze cellen van. Die cellen die leggen we op een, ja. Een soort chipje, een glazen plaatje met een paar elektrodes erin. En die elektrodes die doen eigenlijk hetzelfde als wat de elektrodes doen van zo'n ECG in het ziekenhuis. En daarmee kunnen we meten wat die elektrische activiteit is. Dus het is, dit is niet precies een ECG. ECG is van een heel orgaan, allerlei nuances zitten eraan. Maar het geeft wel een beetje dezelfde informatie. Bijvoorbeeld, als we dat maken van die andere patiënt met die verlengde ECG en die ook op zo'n chipje doen en die twee dingen naast elkaar zetten, dan zien we gewoon keurig dat die verlenging, en in dit geval is die niet geel maar grijs, dat die verlenging uh, ook, uh, dat die ook te zien is in die cellen die we hebben gekweekt uit dat patiëntspecifieke materiaal. Dus we hebben hier weer een gepersonaliseerd medicijn en hier zagen we bijvoorbeeld dat verhaal wat ik vertelde over dat. Uh, medicijn in, in Amerika die de verlenging verzorgde, hier zien we dat als we dat op deze uh, uh, cellen testen, dan zien we hier uh, aritmia's ontstaan bij de cellen van deze patiënt en geen aritmia's ontstaan bij de uh, cellen van de normale patiënten. Normaal is een heel vaag begrip overigens, want uh, ja, wie zegt welke mutatie normaal is. Um, maar we hebben een probleem, want die cellen, en dit zijn een beetje uitvergroot twee cellen uit dat, uh, uit dat bakje, of tenminste, sorry, uh, dit is een cel uitvergroot uit dit bakje ongeveer, en dit is een volwassen uh, konijn hartspiercel. En die, die lijkt qua structuur behoorlijk op die van een mens, en zoals je al ziet lijkt dit totaal niet op elkaar. Dus we kunnen die modellen wel maken, maar ze zijn nog niet, ze, dit is een lijkt een beetje meer op een toch een heel vroeg stadium uh, van, een, van een embryo bijvoorbeeld, of van een... Uh, een prenataal kind bijvoorbeeld. Dus we moeten die cellen moeten we wat beter gaan maken. En een van de manieren waar we dat doen is die cellen uh, op de juiste manier weer bij elkaar stoppen en in 3D laten groeien. Want dat plastic bakje is natuurlijk eigenlijk maar niks. Dus dit is, uh, hierbij uh, zie je een, een, dit is een animatie. Of tenminste, het is eigenlijk geen animatie. Het is een, een filmpje van, van cellen die we echt in kweek hebben. Uh, maar hier is het een, een 3D-bolletje. Dus je ziet hier heel veel verschillende celtypes. En de verschillende kleurtjes geven ook aan wat endotheelcellen zijn, in dit geval in rood, zoals jullie ook in dat. In dat biologische kookreceptje zagen. En in groen zie je hier de hartspiercellen. En hier zitten ook nog fibroblasten in. Dus hier proberen we eigenlijk de structuur van het hart ook iets meer na te maken. En door ze 3D te maken, uh, zijn die verschillende celtypes met elkaar in, in, in contact. En zoals je ook al ziet aan die endoteelcellen, dat zijn de bloedvatcellen. Die proberen ook al echt, het is nog echt niet een bloedvat wat je hier ziet. Maar die proberen wel echt een soort bloedvatnetwerk te vormen. Dus we proberen ze zo een beetje te duwen om, om meer te zijn zoals het menselijk lichaam. Want... Laten we eerlijk zijn, dit is natuurlijk totaal niet de situatie van het menselijk lichaam. Ja, we stoppen zo'n bakje nog op 37 graden. Het is een beetje in een vochtige omgeving. Maar, uh, en daarvoor gaan we naar chips. Daar zal ik zo meer over vertellen. Eigenlijk is het in het menselijk lichaam beweegt alles, rekt en strekt het. Is er continu flow van bloed om nieuwe zuurstof aan te voeren en om dingen weg te voeren. Dus we willen eigenlijk weg van die 2D uh, van dat plastic bakje. Nou, en dan uh, zeggen we... Ja, dat kunnen wij. We zijn ingenieurs, dus we kunnen dat. We, dit klinkt als een technisch probleem, uh, want we moeten gewoon de omgeving van een uh, lichaam nagenomen maken. Dus we denken dat we met technologie echt uh, de biologie kunnen gaan verbeteren. En daar draait organ-on-chip uh, Om. Uh, want zoals je kan voorstellen, is een hart zeer complex. Als we dat nog eens even als voorbeeld nemen, dus het, het beweegt aan alle kanten. Uh, in plaats van dat het zo uh, in een bakje een beetje heen en weer uh, schudt. Uh, dan nu doe ik uh, heel denigrerend over iets waar, waarvoor ik net van carrière ben geswitcht, maar goed. Um, uh, het is elastisch, er pompt bloed in. Nou, uh, het, het is complexer dan ik nu kan, kan beschrijven en dit YouTube filmpje kan uitleggen. Maar het lijkt natuurlijk in elk geval totaal niet op dit. Het is wel mooi, het is leuk uh, en het is, het is ook heel tof. Uh, maar het is natuurlijk nog lang niet de functionaliteit van een hart. En je kan je voorstellen dat als je een medicijn test die bijvoorbeeld iets moet zeggen over de trekkracht, dat in dit geval ja, die cellen trekken alleen maar aan elkaar. Terwijl in een hart pompt het echt bloed. Dus het is, heeft een hele andere lood. Nou, daarvoor hebben we bijvoorbeeld eens een keer geprobeerd om uh, een stukje siliconenrubber te maken. Uh, waar we kleine groefjes in doen. Want wat je ook ziet, is dat alle cellen in zo'n hart. die werken, liggen allemaal in dezelfde richting. die werken samen om die contractie goed te doen. Terwijl hier is het een beetje chaos. Dus we dachten, als we nou een siliconenrubbertje nemen. en daar maken we hele kleine groefjes in. dan hopen we dat die cellen zo daarin gaan liggen. en zo in diezelfde. allemaal in dezelfde richting gaan. En laten we eens kijken, dan hebben ze ook wat kracht om tegenaan te trekken. En toen we dat deden, toen gebeurde eigenlijk. Uh, dit, denk ik. Oh, verkeerde knop. Uh, dit. Dus al die cellen die gingen inderdaad een beetje samenwerken, die zijn allemaal gekoppeld met elkaar. En die gaan, uh, die, die werken eigenlijk allemaal nu in dezelfde richting. En nu wordt het één sheet die op één manier uh, omhoog aan het uh, trekken is. En hiermee kan je je natuurlijk voorstellen dat als je daar meerdere sheets van maakt, dat je ze op elkaar kan leggen en dat je echt die pompfunctie na kan maken. Zoals dat ook in het hart eigenlijk gebeurt. Ah, dat kunnen we nog wat complexer doen. We kunnen uh, proberen dat in 3D uh, meer te gaan, of die, die, die structuur meer in 3D te gaan maken. Dus in plaats van dat, dat, dat bolletje wat ik jullie in het begin liet zien, wat gewoon een beetje in het luchtledige uh, drijft, uh, kunnen we dat ook doen uh, door uh, dat uh, te vormen rondom paaltjes. En dat zijn uh, weer siliconen paaltjes, dus die kunnen een beetje buigen. Ik weet eigenlijk niet... Of dit, of ik hier een filmpje heb, denk ik in de volgende afbeelding. Um, maar die kunnen hier vormen. En dan kunnen ze die paaltjes een beetje, uh, daar een beetje tegenaan duwen. En zo train je ze eigenlijk gewoon. Je geeft ze gewoon iets om tegenaan te trainen. Uh, zoals we dat ook uh, in, ons, in ons hart hebben. En dan zie je eigenlijk dat ze uh, een veel betere structuur ontwikkelen. Dus ze gaan allemaal in dezelfde richting liggen, zonder dat we die baantjes hebben gemaakt in zo'n siliconen rubber zoals bij die vorige keer, maar ze gaan allemaal een beetje in dezelfde richting liggen en ze worden gekoppeld en ze gaan dus duwen tegen die paaltjes. Uh, ja, kijk, dit, je ziet het misschien een beetje lastig hier, maar deze twee dingetjes die bewegen een heel klein beetje. En wat nou het mooie is, die paaltjes die kunnen we dan weer met een microscoop meten. En dan kunnen we berekenen, omdat we weten hoe groot dat paaltje is en hoe stijf dat paaltje is, kunnen we berekenen hoeveel kracht ze moeten leveren uh, om dat paaltje een, een, een stukje om te duwen. En dan kunnen we dus ook iets zeggen over de echte kracht die die cellen leveren. In plaats van in zo'n eerder bakje waar je eigenlijk alleen maar iets kan zeggen van nou, ze, ze, ze trekken zo snel samen. Dus dit zijn allerlei trucken die we gebruiken om het beter te meten. Nou, en dan willen we die elektrische activiteit weer meten, dus dan wordt het echt een chip. Nu is het een, dus een, een soort siliconen chip waar we uh, met siliconen rubber dit dingetje in hebben gemaakt, met die paaltjes. En dan gaan we daarin, en dit lijkt natuurlijk wel echt een beetje meer op uh, wat je kent uit, de, uit, een, uit een chip die in je telefoon zit of zo. Dan kunnen we daar uh, ook uh, elektrodes in maken en gaan meten hoe het met die cellen gaat, maar ook die cellen stimuleren. Uh, zoals we uh, uh, ook met een, bijvoorbeeld met een pacemaker kunnen in het hart. Nou, en dan gaan we nog iets verder, en dan maken we daar eigenlijk iets heel, een heel mooi, mooi dingetje van. Dit is op de TU Delft ontwikkeld, um, uh, waar we echt in een, in een structuur deze lijkt ziet er uit als een normale Petri-schaal, wel zeg maar, zoals we dat in het lab hebben. Maar dan met super veel slimheid erin. Dus dit is echt het concept van organ-on-chip, dat we... Uh, niet alleen die omgeving verbeteren om die cellen beter te maken en meer zoals ze in het menselijk lichaam zijn, maar ook nog ondertussen elektrodes gaan toevoegen om steeds slimmer te gaan meten. Nou, hoe ziet dat er dan uit in, in het echt? Uh, we kunnen dat overigens nog complexer maken, want nu liet ik het alleen zien voor het hart. Maar daar kunnen we nog een kanaaltje onder maken die dan eigenlijk het bloedvat moet nabootsen wat in het hart zit. Dus daar heb je hier, uh, kan er uitwisseling van medicijnen bijvoorbeeld zijn. Want normaal gesproken als je een medicijn toedient, dien je dat natuurlijk niet meteen op het hart toe, maar in de, in de vaten meestal. Dus dan kan je eigenlijk kijken hoe is dat transport dan tussen een bloedvat en echt die hartspiercellen. Nou, dat, uh, maar in, in de praktijk ziet het er nog een beetje zo uit. Dus veel... Buisjes, het is echt uh, uh, ge, een beetje, om het oneerbiedig te zeggen, want hier zit heel veel ontwikkelingswerk in, uh, gepriegel uh, in het lab met, met, uh, met draadjes en buisjes. En dit is nog een relatief uh, charmante uh, opstelling, maar meestal is het echt ontploft met de verschillende uh, buisjes. Nou, en wat kunnen we daar, dus dat, dit, dit vraagt nog een beetje die opschalingsstap. Daar kom ik ook nog op terug. Um, nou, wat, hoe, hoe ziet dan dat buisje hier binnen eruit? Uh, kijk, daar, daar, daar kunnen we dan weer cellen in, in doen. Dit zijn dus heel anders cellen dan die, uh, dan die hartspiercellen. Die zijn ook nog een beetje in 2D, zijn plat. Maar ja, bloed, de rand van een bloedvat is ook een plat. En als we daar dan flow op doen, dus dat is echt, doen we echt alsof het een bloedvat is. Dus dan, dan laten we continu door die buisjes, uh, 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 ja medium. Dat is een soort Carvansevitan voor. Cellen die vinden dat heel lekker. Er zit suiker in, uh, zuurstof, dat soort dingen. En als we daar dus lang genoeg flow doorheen doen, dat voelen die cellen. En die gaan weer in diezelfde richting van die flow liggen. Nou, en dat is precies ook hoe ze dat doen in je eigen lichaam. Dus daar, ook daarmee maken we weer een stukje van dat menselijk lichaam na. Nou, en dat kunnen we ook nog wat complexer doen. Dus dit is een andere chip. Um, ik, kan niet, ik ga niet helemaal uitleggen hoe we dit, hoe dit is, wordt gemaakt. Maar in plaats van dat precieze kanaal te maken. Uh, kan hier zelf, door een bepaalde um, uh, ja, combinatie van cellen toe te voegen. kan hier zelf een, een netwerkstructuur gevormd worden door die bloedvatcellen. En wat je dus ziet is dat hier worden dan. In, en dit zijn twee kanaaltjes. Uh, aan de onderkant en de bovenkant waar we dan weer flow op kunnen zetten. Uh, vloeistof uh, kunnen laten um, stromen. En dan zie je eigenlijk als we daar bolletjes in doen. Dat Helemaal. Dus, dus die netwerkstructuur die ik liet zien in dat ronde uh, kleine hartspiertje, zeg maar. Die was helemaal niet, dat was nog niet een echte uh, netwerkstructuur. Maar hier is het een echte netwerkstructuur waar die bolletjes dus helemaal doorheen kunnen. En dat is heel mooi, want dan kunnen we echt gaan kijken naar, oké, okay, wat gebeurt er bij de uitwisseling van een bloedvat en buiten het bloedvat als we bijvoorbeeld een medicijn toevoegen. Nou, we kunnen ook nog wat meer engineeren, dat is natuurlijk altijd leuk. Dus we kunnen er ook nog een 3D-bloedvat van maken. Dus hier is weer een beetje een andere aanpak. Bij die, uh, bij die uh, vorige uh, vertrouwen we iets meer op hoe die cellen zelf een netwerk vormen. Maar hier maken we, dwingen ze heel, we heel erg eigenlijk in één ronde buis. Nou, en dit is heel complex om te maken. En wat vooral hier interessant is, is dat we laag voor laag hier verschillende celtypes van het bloed uh, erop kunnen maken. Dus dit is gemaakt door. Um, er is heel veel van het werk overigens, moet ik goed zeggen, komt niet van mij, maar komt van mensen met, of met wie ik samenwerk of van anderen uit de afdeling of van Hans Klevers. Uh, die ik helemaal niet zo vaak spreek. Uh, en uh, hier heb je. Uh, uh, maar hier uh, zijn dus uh, laagjes van verschillende cellen om heel precies te kunnen engineeren uh, met welke celtypes uh, 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 er samenwerking is. En uh, hoe die cellen zich ook gedragen als ze in zo'n 3D-bloedvat zitten. Nou, die chiptechnologie, daar heb ik al wat over gezegd. Zal ik niet te lang over doorgaan. Maar dit is, uh, is een voorbeeld weer van een chip die heel erg lijkt op een voorgaande, maar dan wat platter is, maar waar weer. Uh, uh, Weer, ook weer elektrodes ingebouwd zijn. Je ziet ook hier die activiteit die niet. Er zitten hier geen cellen op, maar dit is echt om ze te trainen. Dus dit is, uh, wordt af en toe een beetje de gymnastiekzaal van die hartspiercellen genoemd. Waarbij we dus echt kunnen doen alsof ze de hele tijd uh, weggedrukt worden door het bloed. Of zeg maar. Dit zijn weer hartspiercellen dan in dit geval. Maar het is dus allemaal nog een beetje. Uh, uh, ja, uh, priegelwerk met één chipje en dan heel veel van die buisjes eromheen. En dat moeten we, daar moeten we wat, wat schaal in gaan krijgen. Dus een van de dingen die hier ontwikkeld is uh, uh, door uh, Anke Vollertsen... en op de BIOS-groep uh, op de Universiteit Twente... is het, uh, wat we noemen de Translational Organ on Chip Platform. En hierin zie je, en misschien is dat wat moeilijk te zien, maar hierin zie je dat... Uh, als hij uh, loopt, ja, kijk, dat uh, deze kanaaltjes zich allemaal automatisch vullen. Dus in plaats van dat we één zo'n chip maken met één zo'n kanaaltje, waardoor we dan uh, met een pomp uh, en een kanaal, een buisje. Uh, precies kunnen regelen wat er in één, chip of in één dingetje gebeurt, kunnen we hier waanzinnig veel uh, experimenten naast elkaar gaan schalen. En dat is ook weer het mooie van die chiptechnologie. Dus aan de ene kant kunnen we sensoren toe gaan voegen en die omgeving creëren, maar aan de andere kant weten we natuurlijk dat we heel goed kunnen opschalen en dingen steeds kleiner en kleiner kunnen maken met behulp van, uh, uh, van die chipindustrie. Uh, en die apparaten daar. Dus hier kunnen we allerlei controlesystemen toevoegen. En als je een beetje iets weet van, van chiptechnologie, dan weet je dat alles eigenlijk gebouwd is om de transistor. En hierin zit een soort van. Uh, uh, ja, microfluidische transistor. Dus je hebt hier dat vloeistofkanaaltje, hier heb je een ander kanaaltje die je kan controleren, en daarmee kan je met een, met een druk op de knop eigenlijk dat kanaaltje dichtzetten of niet. En wat je kan voorstellen, is dat dit echt de stap is naar het automatiseren van dit soort uh, experimenten. En hier wordt dus waanzinnig veel en mooi werk geleverd, uh, ook op de UT. Dus in het kort kunnen we eigenlijk allerlei bij organ-on-chip allerlei uh, onderdelen van het lichaam nabootsen uh, die we in normale celkweek niet hebben, uh, zoals die fluidica, verschillende coatings en, en in, ook in 3D, um, de, uh, de biosensoren, de biomaterialen, het medium, nou, sommige dingen kunnen misschien ook in, in normale celkweek ook wel een beetje veranderen, um, en natuurlijk de cellen. Dus we proberen het steeds meer te laten lijken op het echte menselijke lichaam. Nou, en ik weet niet hoe ik in de tijd zit. Nee. Oh. Nee, precies. Dan kan je nog vragen. Uh, nou, dan, want ik kan het, uh, het, het, het laatste wat ik wilde vertellen vrij kort houden. Maar ik wilde namelijk nog even, en dat haak ik namelijk mooi aan op het gesprek uh, hiervoor. Um, is waarom we zijn hier in Nederland heel erg goed in. En, en dan is weer de vraag: waarom zijn we hier nou goed in? En ik sprak ooit een keer iemand vanuit. Uh, Harvard, en die zei, ja, maar ja, jullie uh, land is even groot als de Greater Boston Area. En dat is de plek waar ze er misschien nog net iets beter in zijn dan hier. Dus dat is een beetje, maar er zijn echt, we staan echt, uh, uh, ik geloof dat de, uh, de Universiteit Twente die publiceert, als, uh, is, is, zit in de top 10 van aantal organ-on-chip publicaties. En we zijn in Nederland dan ook nog eens heel goed georganiseerd. En dat is grappig, want dat zijn ze nergens. Dus dat komt weer terug op die samenwerking. We hebben in Nederland een consortium, en, en dit is allemaal een beetje gedetailleerd, maar ik wil het toch wel noemen. Het heet HDMT. En HDMT is eigenlijk het Nederlandse organ-on-chip consortium. En dat is heel cool, want er zitten alle groepen die werken aan organ-on-chip... die zitten daar eigenlijk aan gekoppeld. En dat moet ook bijna wel, omdat zoals jullie hebben gezien... er zitten waanzinnig veel samenwerkingen in, in de slides die ik heb laten zien. En met name veel samenwerking tussen technische universiteiten en die medische of die UMC's. Dus we hebben een consortium nodig waarin iedereen heel graag dingen met elkaar deelt... in een vroeg stadium met elkaar afspreekt uh, uh, en met, met elkaar uh, nieuwe plannen maakt... Uh, omdat die techneuten hebben geen flauw idee hoe een cel uh, zich goed voelt. Maar die weten wel hoe je iets kan maken, wat misschien ervoor zorgt dat die cel zich goed moet. Dus dat is een hele interessante uh, wisselwerking. En daaromheen hebben we best wat uh, biotechbedrijven in Nederland die hele interessante dingen doen. En die haken daar mooi op het ecosysteem aan. Uh, dat gaat best ver, die, uh, dit, dit HDMT. Um, want dat uh, gaat zo ver dat zelfs HDMT nu allerlei dingen doet die leidend zijn in het ontwikkelen van standaarden op het gebied van organ chip. En dat heeft toch weer te maken heel erg sterk met die samenwerking. Want als die standaarden er zijn, dan kunnen we met elkaar allemaal verschillende bouwblokjes gaan maken. Want je kan je voorstellen, ja, de een maakt een, uh, een stukje oog, de ander maakt een stukje hart, de ander maakt een stukje uh, bloedvat. En die wil je eigenlijk op elkaar gaan koppelen. Dus dat is iets wat we, wat we daarmee heel sterk kunnen doen. Dit systeem hebben je gezien. Ik ga niet in, uh, in alles. Sorry dat er een plaatje van mezelf tussen zit. Maar Iemands iemand anders een slide. Uh, ze, daar neem ik geen verantwoordelijkheid voor, voor. Maar dat next-gen high-tech proposal, uh, uh, dat is wel heel interessant. Want misschien hebben jullie dat op het uh, uh, nieuws net gehoord. Maar er zijn allerlei hele grote bedragen uitgereikt voor, vanuit het groeifonds, het Nationaal Groeifonds. En dan is er weer de vraag, hoe kan nou de regering of hoe kunnen we nou in Nederland dit stimuleren? Voor um, uh, organ-on-chip en een aantal andere vergelijkbare technologieën is daar ook een... Behoorlijk bedrag voor vrijgekomen. En dit is een heel ingewikkeld plaatje. Maar wat ik wil laten zien. is dat die samenwerking daarin zit. Dus dit is een netwerk. van allerlei bedrijven. die op dit moment al hele mooie producten maken. vaak heel erg sterk voor de chipindustrie. sommige ook die meer in de biotechindustrie zitten. En die hebben we eigenlijk in dit consortium allemaal. samengebracht. om samen te gaan werken. om. Uh, eigenlijk die stukjes technologie en die stukjes biologie, zoals we die ook bij Organ on Chip gebruiken, om die samen te gaan brengen. En om dus te zorgen dat we samen kunnen gaan opschalen en allemaal uh, uh, ja, onze technologieën kunnen combineren om dit multidisciplinaire, deze multidisciplinaire toepassingen echt een realiteit te maken en ook op de markt te brengen. Uh, dus daar zitten er. Uh, uh, het is echt ook een push om, om daar inkomen te genereren. En niet alleen maar om. Uh, weer hele mooie nieuwe toepassingen te bedenken. Dus het gaat echt om het produceren ervan. Dus dat uh, wilde ik jullie nog even meegeven. Zoals ik al zei, heel veel mensen, uh, uh, en mijn naam heb ik al, uh, uh, staan op de slides, maar jullie zien ze allemaal niet. Dus er uh, staan hier nog een keer herhaald van mensen die uh, al het echte werk hebben gedaan. Um, en uh, dan als laatste, ja, ik ben dus ook een ondernemer geworden sinds kort. Dus ik ben een, een, een indirect collega eigenlijk, toch vrij direct van Vincent. Um, en wat we daar gaan, gaan proberen, is eigenlijk precies die brug te slaan tussen de technologie en de biologie. Um, daar zal ik uh, misschien later ooit nog een keer meer over vertellen als dat lukt. En als we bij die failures zitten, zal ik het misschien ook uh, komen vertellen. Uh, dank jullie wel. Dankjewel. wel. Uh, dankjewel voor dit super verhaal. Echt heel erg leuk. I I heel even voor mij, want denk je dat het in de toekomst zo gaat zijn dat we dus niet meer die farmaceutische industrie helemaal nodig hebben om met hele grote labs, maar dat dan ziekenhuis bij wijze van spreken zelf voor iedere persoon. Ja, een klein stukje orgaanweefsel testen op de met de medicijnen die we hebben? Ja, dat is een dat is, uh, goede vraag. Ik denk dat die farmaceutische industrie... Um, kijk, wat wij natuurlijk kunnen doen is wel checken of een medicijn werkt... maar we hebben het helemaal niet over een medicijn maken. Dat is weer nee. een heel ander, uh, ander speelveld. Dus in het, in het eerste antwoord zou zijn... nee, want die farmaceutische industrie gaat de nieuwe medicijnen maken... Um, maar wat hier ook gebeurt en wat dus ook gebeurt bij zo'n zo jongen die dus echt herstelt bij uh, zijn dat ...is dat eigenlijk wat je noemt, nou in dit geval is het, waren dat al medicijnen daarvoor, maar heel vaak gebeurt er ook repurposing. Dus er mm. zijn heel veel medicijnen die toege, toegelaten zijn op de markt, waarvan we de risico's ook kennen, al dat soort dingen. Maar waarvan we uh, vermoeden of niet zeker weten of ze misschien niet ook werken voor anderen... Uh, aandoeningen. En daar, daar kan je dus heel veel. Dus er zijn eigenlijk al heel veel medicijnen die we zouden kunnen proberen. Dus ja. ik, daar krijgen de ziekenhuizen, denk ik, zeker een rol. De, de, de medische centra dan in elk geval. Um, uh, en wat, je, wat wel interessant is: er is een jongen die ik ken, die doet eigenlijk dan weer dit aan de andere kant. En, en doet het meer op de soort aanpak die, die, die Vincent kent. Die designt namelijk gewoon medicijnen specifiek. Dus als je weet. Wat het oh, is ook, ja. dit is ook uh, nog onontgonnen terrein, maar die zegt gewoon. Oh ja, maar als ik weet welke aandoening het precies is en daar een goed model van heb, ja. Ja, dan kan ik hem wel, kan ik wel een molecuul uh, 3D bouwen eigenlijk en, uh, waarvan ik weet dat het gaat werken. Dus maar het, zou, het uh, zou dus het hele, hele netwerk van de farmacie en ziekenhuizen en, en patiënten zou helemaal kunnen veranderen over. Ja, dat is wel echt is ja. 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 En, en en sowieso in zijn vorm als vervanging van proefdieren of verbetering ja. van proefdieren. Uh, ook een gigantische kostenbesparing teweeg kunnen brengen. van rond 20 procent, is de schatting. Gek. Zijn er vragen uit de zaal? Ik heb namelijk een uh, gooibare microfoon. Dus dat is op zich al leuk. <lacht> <lacht> kan iemand een vraag uitpersen? Heel van, ik zie dus, ja, We hebben dus een vrij jonge zaal. Hè? Ja. Wa waar, waar, zeg je, waar zie jij nou van. waar heb je die mensen allemaal nodig straks? Waar denk je dat met de, met de veranderende wereld. waar denk je, zeg je van, nou daar zou ik gaan zitten als ik jullie was? Uh, ja, nou, hier sowieso. Ja, hier. hier. Dat, goed dat, dat jullie dat er zijn. Dit is al stap één. Dus ja. Dat is, dat is best goed. Nee, uh, ja, dat, dat, is, dat, dat kan vanuit verschillende richtingen. Ik, uh, dat technische geneeskunde vind ik bijvoorbeeld heel interessant. En die brugfunctie om, uh, om tussen die twee werelden te gaan staan. Dat is eigenlijk iets wat ik ben gaan doen. Uh, door, door schade en schande, zou je bijna kunnen zeggen. Maar uh, via een omweg. En ik, maar ik denk wel dat het begrijpen van meerdere. Uh, uh, ...aspecten daar, daar heel belangrijk in is. En dat komt ook terug in wat, wat Vincent eigenlijk zei, van... Ja, je moet ook maar gewoon wat doen en wat dingen leren die je misschien niet direct toepasbaar zijn. Trial and error. Ja, en ook gewoon dingen die leuk zijn om te leren. Dus uh, bij ons, uh, de, de, de biologen die per ongeluk kunnen, uh, die een beetje code kunnen schrijven, per ongeluk, omdat ze dat ooit leuk vonden mm. om een keertje te doen... Die, uh, die kunnen opeens al hun data 28 keer sneller verwerken dan de rest. <laughs> weet je, dat soort, het is helemaal niet dat ze dat per se willen doen. Of dat het hun, nee. hun plan was om dat op die manier te doen. Maar die hebben gewoon. Oh ja, oh, maar dan kan ik het zo oplossen. Dus je weet nooit inderdaad welke tools uh, je leert op een gegeven moment. die later weer terugkomen. Maar hoe meer, uh, kijk vooral breed. Ja, dus wees een spons. Absorbeer ja. alles wat je leert. En als dus je denkt, ik heb zin om een beetje te leren programmeren, ga doen. Ja. Nooit voorspelde tijd. Zie. Eigenlijk heeft Vincent best goede dingen gezet net. Hè? Hij heeft een hele goede ja. dingen gezet. Ja, hij, <laughs> hij is zelf ook voorbij. <laughs> <laughs> ja. ja. Hey, en dan laatste vraag. Want, want waar ik, wat ik nu zelf heel erg zie. is wat nu heel erg lees. bijvoorbeeld het feit dat uh, heel veel medicijnen. Veel, veel minder vaak op vrouwen zijn getest. Ja. En dat ze dus ook veel minder goed werken op vrouwen. Ja. Zou dit ook een oplossing kunnen zijn voor dat probleem? Dat we nu gewoon allemaal kleine organoïtjes op cellen gaan doen van vrouwen. En dat we dan die medicijnen opnieuw kunnen testen? Ja, en, en uh, zeker. Uh, absoluut. Dat is. Uh, dat dat is 100% waar. Plus, uh, het zijn ook nog eens uh, witte mannen tussen uh, 30 nou, en 40, precies, zonder dus, problemen. Ja, ja eigenlijk. En, 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 en gewoon ook geen, heel weinig genetische variatie. Terwijl ja, ook, ook normale mensen hebben een heleboel genetische variatie. En dat zit natuurlijk ook verspreid over de wereld ja. uh, in verschillende bevolkingsgroepen. Dus je moet dat, je moet een heel, je kan op deze manier zou je zeg maar een heel. Uh, dus je kan twee dingen doen, of je gaat echt proberen om die uh, ...patiënt targeten. Dus... dus nou, ...ik kom binnen, ik heb een probleem, de dokter neemt... ...iets van mij af en doet dat. Maar dat is wel... ...een complex proces. Maar een, een tussenstap... ...is al dat je een soort panel maakt... ...van een soort... Nou, een, een, ...een biologische database... Ja. ...van uh, alle verschillende... ...of een hele representatieve uh, bevolkingsgroep... ...van de wereld, waarop je dan... Die, ...dit soort... Uh, ja. uh, ...die medicijnen eigenlijk vrij goedkoop ook kan testen. En gaat Vincent daar iets voor programmeren... ...en dan zorgen we dat we al die data samen... Kunnen Precies. uitlezen, toch? Ja. Precies. Um, er is toch een vraag. Ja, ik ga, ik ga hem naar je gooien. Ja? Ben je er klaar voor? Ik ja, doe mijn best. Oh, sorry. Oh. Oh. alle <laughs> een waardeloze woord. Hij ah, had sorry. gelijk. Het is op, op zich al leuk. Ik ja, ben niet ik handig. vertel het vertellen? Ik, ik vond jouw uh, jou inzet eigenlijk wel, uh, wel leuk. Want uh, die organon chip is natuurlijk nog steeds biologisch iets wat we maken om de medicijnen te testen. Maar ik denk, Vincent, dat, um, dat dit over tien jaar vervangen is door, door neurale netwerken die, uh, die het kunnen testen, zeg maar, uh. Oh, nou, nou is de vraag niet naar wel. jou, maar naar Vincent. Ja. Ja, dan moet je toch nog uh, even kijken. Heb jij naar nou, Vincent geen microfoon? Ja, ik zou het zeker niet via mij doen. Ah, want, in ieder geval, weet... goeie worf. Dat, uh, <laughs> <laughs> um, nou. Um, neural netwerken die zijn heel goed in het uh, verwerken van, van data. En daar uh, kennis op uh, uit te leren. Maar die data moet ergens vandaan komen. En dit is natuurlijk ook een heel mooi platform om ook heel gecontroleerd. Uh, daar te, te verzamelen. Nu zit ik een beetje op jouw stoel, natuurlijk. Maar nee, nee. Uh, de, 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 uh, in die samenwerking is een hoop uh, ook, ook een heleboel mogelijk. Toevallig spraken we daar vanochtend nog over en moeten we daar later nog wat <laughs> uh, langer samen gaan zitten. Maar dat is absoluut ja. uh, iets waar je, waar je hele mooie dingen ook kan doen. Ja. Ja. Ja, misschien om daar iets aan toe te voegen, wat een, wat een concept is, misschien de, de digital avatar is misschien een concept wat er wel eens langs is gekomen, weet ik niet, maar dat is eigenlijk het verzamelen van alle gegevens van uh, bijvoorbeeld je, bloed, je, je, je bloedslagmeter uit je pols en we, we denken dat we steeds meer uh, informatie van onszelf gaan verzamelen gedurende de normale dag. Dat je dus eigenlijk een soort van digitaal profiel kan maken. En, maar daarnaast... Als je dat hebt, daar op basis daarvan kan je waarschijnlijk best wel goed dingen voorspellen, ook in, in termen van preventie en, en dergelijke. Maar wat wij, eigenlijk, wat wij eigenlijk altijd pitchen, is dat er daarnaast ook een soort physical avatar komt. Dus een klein stukje van jou. Uh, er is een klokkenhuisaflevering gemaakt waarin ze gewoon een soort mini-kloontje overal ernaast hadden... die dan voor jou een film kon gaan kijken. En als de mini-kloon dan de film leuk vond, dan kon jij zeg maar ook... Uh, dan was het de moeite waard om die te gaan kijken. Nou, dat is een beetje wat we, wat we in een kleiner, klein, kleiner idee willen met, uh, met medicijnen. Dat we gewoon wel, stel er zijn tien me potentiële medicijnen voor jouw aandoening... dat we gewoon kunnen checken, hé, hey, welke, welke werkt eigenlijk het best... zonder dat je ze allemaal één voor één hoeft te proberen. Dus moet ik dan zo zien dat... Um, jij maakt nu een biologisch model, mee uh, kunnen we kun sneller medicijnen ontwikkelen. Daarnaast train je ook de modellen van Vincent en dan kan Vincent daarna nog sneller uh, biologische medicijnen testen. Ja, en je kan eventueel valideren met een, pro met een proef in, in het fysieke. Dus je, je voorspelt iets op basis van, van je virtuele model en dan kan je weer iets, iets checken in, uh, in, uh, ja, in het proefdier. En er zit nog iets heel interessants, maar dat is heel ingewikkeld. Je zou in theorie, er zijn ideeën om vanuit... Uh, wel de complexere modelleringstechnologieën die Vincent gebruikt... om uh, uh, virtuele clinical trials te maken. Dus bijvoorbeeld voor patiëntgroepen die er heel klein, die maar heel klein zijn... Uh, dan kan je, dus, uh, da daar kan je dus niet allemaal materiaal van verzamelen... maar op basis juist van die in vitro data... dat je de mechanistische werking goed begrijpt... en op basis van patiëntdata zou je dat dan kunnen... Um, uh, en, en dan kan je een heleboel variaties gaan testen... en genetische manipulaties gaan testen... in zo'n zo model wat we hier kunnen om als input te leveren voor, dat voor, 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 voor een rekenmodel. En vanuit daar dus eigenlijk een gesimuleerde grote groep patiënten hebben. Maar dat is toekomstfysiek. Maar alles komt goed. <laughs> Hoe fijn is dat? Hey, ik ga voor je applaudisseren, want ik moet helaas zelf al ja. door. Dus dank je wel. Het leuk. superleuk. Ja.